Ik geloof dat we kapot vriezen hier, man. Ik heb de ijspunt aan de neus hangen, man. Welkom bij aflevering 27 van Hennessy. We staan hier in de wal, maar het lijkt wel of we in Moskou zien, man. Zo koud is het. Ik ging naar pissen, ik kon hem niet meer vinden, man. We staan hier in de wal, maar... Wijk, moet je erbij denken, Walwijk. Ik heb vorige week een shirtje trekken voor Shinky Knecht zitten kieken. In Pompetang. Of hoe heet dat daar? In Zuid, Ko en Thea. Hij kreeg een mooi twee penalties. Ons kriede geel vuur. Mooi gedaan, jongens en meisjes. 20 medailles, dat is niet niks. Met de wissels Heimlot en Ananas werd er weer gevochten. Voor het eindresultaat. Een kwartier voor tijd gebeurde er meer. Meer dan dat we de vuren gezien hadden. Het kan dus wel. Geduld is een schone zaak. We gaan de goede kant op. Het is toch wel een rare competitie. Jonge Ajax, die hebben toch keus genoeg met 61 contractspelers. Die verliezen gewoon van Jong Utrecht. En een kleine clubje Telstar wint met 5-2 van Volendam. Waar gaat het over? Ik vond Heimlot wel goed invallen. Kleunen. En Ananas gaf een mooie steekbal op Groeneveld. En Sturing deed het ook niet slecht. Ik denk dat de blessure van Mo niet meevalt. 4 weken de Ruud heb ik gehoord. De onderdanen van Hans de Koning, Cecilio Green en Hans Muller, die zien geschurst die twee. Mooi rood is niet lelijk. Bij RKC hebben ze na afloop van de wedstrijd een themafeest. Het dak eraf. Maar dan wel voor ons hoop ik. Trouwens, de stadion is er niet overdekt. Of gaat die man maken zijn keuken opknappen? Dat wordt wat niet, want het ziet er niet uit. Liefst toch positief, ik voorspelde dat we met 0-2 winnen. En dan denken we terug in Brabant. Want daar brandt nog licht. Of niet Guus Meeuwis. We hebben een wat goede herinnering aan Walwijk. Daar hebben we toen Europees voetbal bereikt, die laatste wedstrijd. Ja, de Simo en een geweldige Gentenaar. Dus wie weet. Nou, hou je jongens. Tot volgende keer.